Hoi allemaal, het is nu weer maandag en dat betekent dat ik weer ga beginnen met een nieuwe weekvlog voor jullie. Ik heb vorige week voor het eerst een weekvlog gemaakt. Heb je die nou nog niet gezien, raad je aan om die ook nog even te kijken. Omdat ik in deze vlog waarschijnlijk verder ga in mijn verhaal en in alle gebeurtenissen. Dus dan kan het zijn dat je dit helemaal begrijpt als je alleen deze hebt gekeken. Maar ik weet natuurlijk nog niet hoe deze week gaat lopen, dus misschien is het ook niet nodig. Maar als je het leuk vindt, kan je die sowieso even kijken. En anders gaan we nu beginnen met deze weekvlog. Ik heb deze week wel best weer wat afspraken staan. Ik heb over een uurtje, ongeveer een uur en een kwartier, ook een afspraak in Utrecht. Dus ik stap zo meteen in de auto om naar Utrecht te gaan, want ik reken altijd een uurtje reistijd naar Utrecht. Vaak ben ik iets eerder, maar liever te vroeg dan te laat. Dus dat ga ik eerst doen en daarna ga ik naar stal. En dan ga ik een foto maken voor Jong KNS, want dat moet ik nog doen. En ik ga hopelijk een video voor jullie opnemen. Moet wel het weer mee zitten, maar volgens mij wordt het hartstikke mooi weer, want de zon schijnt nu ook al lekker. Dus dat is fijn. Het is wel nog steeds wat frisjes. Het is 13 graden. Maar morgen wordt het dus echt mega warm. Terwijl het is gewoon morgen 6 november. En het wordt gewoon 18 graden. Ik kan echt niet wachten. Ik heb echt zin in morgen. Met het lekkere weer. Maar goed, we hebben eerst vandaag. En ik ga dus eerst nu naar mijn afspraak toe. En daarna ga ik naar stal. En dan ga ik vooral voor jullie vloggen op stal. Omdat ik tijdens mijn afspraak niet kan vloggen. Dus dan zie ik jullie later vandaag. Ik kom net aan op stal. En de paarden zijn al twee aan het slapen. Kijk, hier is Ari. En Chilam is ook aan het slapen en ze slapen bijna altijd samen. Dat is echt super gek, want ze staan het eens naast elkaar. Oh, die gaat opstaan. Hallo, G. Hallo. Hoi jongens, ik heb net gereden met G-Lime en een video opgenomen. Kijk, hierachter zien jullie misschien nog wat staan. Ik heb namelijk een video opgenomen over Cavaletti training. Dus die staat ofwel op mijn kanaal als jullie deze video zien of hij komt nog online. Maar ik ga nu niet al te veel vertellen, want dan moet je maar de video kijken. Maar in ieder geval, het ging echt super goed. En in het begin was ze wat sterker, maar uiteindelijk werd ze heel fijn. Dus ik ben heel tevreden en dan ga ik nu Ariane nog rijden. En misschien ook nog met de Cavalettjes en balkjes als er niemand in de bak komt. Anders ga ik ze even opruimen. En anders ga ik even dressuren. Maar misschien dat ik ook met Ari nog even de Cavalettjes ga doen. Dan weten jullie dat. Maar ik ga nu even uitstappen met G, afzalen en dan ga ik met Ariane beginnen. Hey allemaal, het is nu dinsdag. En vandaag is het lekker warm, 18 graden met zon. Dus ik heb er zin in om naar stal te gaan. En ik ga vandaag de paarden scheren, of in ieder geval eentje. Ik moet even kijken hoe ver ik kom. Omdat scheren toch altijd best wel een klusje is. Maar ik ben van plan om er sowieso eentje te doen. Dus dan moet ik even wat dingen meenemen naar stal. Ik moet dekens meenemen, dikkere. Al is het nu wel weer 18 graden. Maar ja, als ze dan geen jasje meer aan hebben, dan moeten ze natuurlijk wel een dikker dekentje op. Dus ik ga even kijken wat handig is. Ik moet scheerapparaat meenemen. Twee scheerapparaten. En ja, dan kunnen we gaan beginnen. Het is nu iets van... even kijken. Het is nu 10 uur. Ik heb al een video opgenomen. En ja, nog wat andere dingetjes gedaan. Niet zo bijzonder verder. Dus ik ben klaar om naar de stad te gaan. En dan hoop ik dat het scheren allemaal een beetje wil lukken. Het is in ieder geval lekker weer. Dus ja, ik ga mijn spullen pakken en dan ga ik naar de stad. Oké, dit gaat allemaal mee. Ik heb een staldeken, een onderdeken, een extra zweedeken. Ik heb twee scheurapparaten en ik heb hier nog mijn spullen en een broodje en zo in zitten. Dit ga ik even in de auto leggen en ga ik naar stal. Zo, ik ben klaar met G-lime scheren en ik voel me echt mega vies en harig. Maar ze is wel weer helemaal kaal. Kijk. Ik heb haar hoofd niet gedaan omdat ze gewoon heel onrustig werd. Maar kijk, de rest is allemaal gedaan. De benen ook. Ik heb zo'n dekje geschoren. En de benen vond ze niet zo fijn. Althans, ze was wel braaf, maar stilt de hele tijd de benen op. Kijk. Ik wil jullie tussendoor even iets zeggen. De vlog gaat zo meteen gewoon verder. Maar het stond dus op film dat ik een schopje kreeg van Ariane. En dat zal ik hierna laten zien. Het is niet heftig.
helemaal niet. Je ziet ook niet heel veel gebeuren. Maar ik wil het toch verzekerd zeggen. Als er mensen zijn die weten dat ze er niet goed tegen kunnen. Of die dat eng vinden. Spoel dan gewoon eventjes een minuut door. Nou, die is een minuut. Een halve minuut. Dan weet je gewoon zeker dat je het niet ziet als je het echt niet wil zien. Nogmaals, het is niet heel heftig. Maar ja, dan kunnen jullie zien wat er gebeurde. En ja, dan snappen jullie ook hoe het gebeurde. Jullie konden dus zien ja, wat er gebeurde. En ik wil erbij zeggen dat ik 100% te onvoorzichtig ben geweest. Ze sloeg met haar voet een vlieg weg. En ik zat blijkbaar te veel onder haar lichaam. Waardoor ze dus met haar voet tegen mijn voorhoofd kon komen. Ja, het is nu een paar dagen later. En ten eerste is het helemaal weg. En ten tweede heb ik ook geen last meer van. Maar voordat ik comments krijg van ja, je bent zelf onvoorzichtig geweest. Ik weet het, ik had blijkbaar nog voorzichtiger moeten zijn. Ondanks dat ik dus voor mijn gevoel al heel voorzichtig was. Maar de vlog gaat zo meteen ook verder. En dan zal je ook zien dat iedereen in mijn omgeving en ik zelf vanaf nu ook nog voorzichtiger zijn geweest. Dus daar hoeven jullie geen zorgen om te maken. Maar de vlog gaat nu verder en ik wens jullie nog veel kijkplezier. Hoi jongens, ik sta weer op de plek waar ik heb geschoren. En Arie heeft mij een... Ja, een klein schopje gegeven, ja. Het was gewoon een tikje, maar ze heeft natuurlijk ijzers, dus ik heb gelijk een snee op mijn voorhoofd. Zo voor de mensen die er niet goed tegen kunnen, er zit wel iets overheen, maar ja, je kan het niet echt negeren aangezien het op mijn voorhoofd zit. Maar goed, ik heb Arie de benen gedaan, of eigenlijk alleen de voorbenen en Gilam helemaal. En ze hebben alle twee even in de mode gestaan en ze hebben alle twee gewoon lekker aandacht gehad. Hoi jongens, ik werd net op stal onderbroken en ik kwam er net achter dat ik dus nooit meer mijn verhaal had afgemaakt. Wat ik er nog bij wilde zeggen is dat ik Gila met het grote scheerapparaat heb gescheerd. En Ariane begon ik daar ook mee met haar benen. Maar ja, ze vond het heel erg spannend. Dus toen heb ik even de kleine erbij gepakt. En heb ik het eigenlijk alleen maar met de kleine gedaan. Want ja, ik vind het gewoon niet waard dat een paard daar onrustig van wordt. Ze bleef op zich heel braaf staan. Dus ze deed ook niks. Maar ik zag wel dat ze spanning aan het opbouwen was. En dat is gewoon totaal niet nodig. Dan doe ik liever met die kleine dat ze dan gewoon relaxed is. En dat ging super goed. Tot ik dus een klein tikje van haar kreeg. Ik heb er op zich niet heel veel last van, maar het bloedde wel best wel hard. En ja, nu heb ik even dit erop. En het is wel echt mega dik, maar goed. Ik zal de details besparen verder. Ik heb me klaargemaakt om uit eten te gaan. Ik ga het eten met een vriendin. En misschien is het wel leuk om te laten zien wat ik aan heb. Ik heb nu even een shower bij om, omdat ik... het best wel koud vindt, heb ik een bordeauxrood colbertje, want ik vind colbertjes super mooi de laatste tijd. Gewoon een shirtje en dan een broek en schoenen. En ik twijfel een beetje of ik een jas aan doe, want het was vandaag best wel warm, maar ja, s'avonds is het wel weer koud. Dus ja, daar denk ik even over na of ik hier overheen nog een jas doe. En dan gaan we uit eten bij een restaurant in Rotterdam. En ik heb er echt super veel zin in. En ze hebben daar heel lekker eten schijnt. Ik ben er nog nooit geweest. Maar die vriendin met wie ik ga, die is echt fan van het restaurant. En wel meer mensen heb ik gehoord. Dus dan ga ik daar lekker eten. En dan denk ik niet dat ik vanavond nog ga vloggen. Misschien dat ik hooguit mijn avondeten laat zien. Maar groot kans dat ik dat vergeet. Aangezien ik nog nooit mijn avondeten heb gefilmd voor de video. Maar goed. Anders zie ik jullie lekker morgen. En morgen heb ik ook weer een super leuke dag. En ja, dan houden we het even hierbij voor vandaag. Helemaal, het is nu woensdag en het is 8:10 en ik ben op stal, want ik ga vanmiddag iets doen met mijn vader, dus we moesten vroeg naar stal. Gilam die gaat nu in de molen en dan ga ik Ariane rijden en ik ben tegelijkertijd even mijn spullen aan het pakken voor het rijden. En dan ga ik ze alle twee eventjes rijden vandaag, maar op zich heb ik daar wel tijd zat voor omdat ik dus al zo vroeg op stal ben. Maar ja, dat is de bedoeling. Ik heb trouwens nog steeds echt een mega bult op mijn hoofd. Dus ja, dat is niet zo fijn. Ik hoop dat het gaat met mijn cap op trouwens. Want volgens mij dat het vet veel zeer als je hier een cap overheen doet. Maar goed, ik ga het gewoon proberen. En ja, dan ga ik nu Arie pakken. MUZIEK.
Oké, jongens. Ik had echt weer een mega slim moment. Niet dus. Toen ik ging scheren had ik alles in deze zak gedaan. Waar mijn zweetdeken ook in zit. Omdat dan niet dat haar overal opkomt. En ik was dus sindsdien mijn zonnebril kwijt. En nu pak ik net de zweetdeken en kijk wat ik vind. Mijn zonnebril ligt daar. Maar echt zo suf dat ik ook gewoon niet meer aan heb gedacht tot nu. En ik was hem wel oprecht kwijt, maar ik had ook nog niet echt gezocht of zo. Maar ik heb hem dus gevonden. Maar ik ben dus op stal. Het is nu donderdag. En iets van 12:30, 10:50. En ik ga vandaag Ariane dressuren. En G-Lime alleen even longeren. Want ik ben met G-Lime gewoon... Ik zet echt heel vaag licht. Ja, dus ja. Weet dat? Ik ben bezig met G-Lime met echt moeilijke dingen. En echt spieren aan het opbouwen. En daardoor... Ik vind het gewoon heel moeilijk om 3 dagen dat te trainen. Tenminste, ik heb het idee dat ze dan de 3e dag echt wel moe is. En dat is natuurlijk niet erg als je dan gewoon een rustige dressuurtraining doet. Maar ik ga morgen springen en ik heb er gisteren intensief gereden. Dus vandaag doe ik alleen even aan de lunchen met een lijntje gewoon even laten lopen. Misschien wil ze even wat bokjes geven of even rennen of juist niet. Nou, even kijken wat ze wil. Dus ga ik gewoon even longeren aan een lijn en meer niet. En Ariane ga ik rijden, want Ariane die is het fijnst de 3e dag. Dus dan is ze morgen hopelijk tijdens mijn training het fijnst. En ja, dat is de planning. Ik heb daar zo heb ik mijn spullen al klaargelegd voor Arie. Dan ga ik nu even G-Lime in de molen zetten. En dan ga ik tegelijkertijd rijden. En ja, dan gaan jullie wel zien wat er om gaat gebeuren. Arie staat naast me op de poetsplek. En ik zet vast, mijn camera is bijna leeg. Maar dan nu staat er weer een streepje bij op de batterij. Dus ik weet niet precies hoe lang die nog meegaat vandaag. Maar Arie staat op de poetsplek. Ik heb het zadel opgedaan. Alleen kijk die benen. Ik heb alleen haar benen geschoren. Omdat ik daarna dus die tik tegen mijn voorhoofd kreeg. En gisteren had ik sowieso geen tijd om te scheren. En toen had ik het op zich al vandaag willen doen. Maar mijn ouders en vriend willen niet meer dat ik alleen ga scheren. Omdat ik toen ik die tik tegen mijn hoofd kreeg, ik helemaal alleen was. En in die stal waar ik ging scheren was ook niemand op dat moment. Er waren wel wat mensen op stal. Maar het was sowieso heel rustig. En ja, stel het had wat harder geweest of ik had flauw gevallen, dan had er gewoon helemaal niemand geweest. Dus dat is best wel gevaarlijk. Niet dat scheren per se heel gevaarlijk is, maar ja, je ziet maar hoe snel het mis kan gaan. Dus daarom ga ik ze zaterdag afmaken. Afmaken klinkt heel raar. Oké, dan ga ik er verder scheren, laat ik het zo zeggen. En ja, ik ga nu even rijden. Ik ga het rijden dus niet filmen, want ik ga mijn camera sowieso niet volhouden. Plus dat ik alleen op stal ben, dus dan moet ik hem ergens neerzetten en een uur laten filmen. En dan gaat hij sowieso uitvallen, dus het heeft geen zin. Dus ik ga even de hoofdstoel in doen en dan ga ik even dressuren. Oh, Arie, je bent zo schattig. Oh, nu ben je niet schattig. Ja! Ik heb net gereden met Arie en ze deed het zo goed. Ik ben zo blij. Jij, oh wat zit je om te doen? Hé, nee. Laat los, Arie. Goed zo. Echt, ze was sowieso super fijn vandaag. Echt heel fijn. Dus ik ga haar nu lekker even in de molen zetten. Ik kan ze nog even wat langer stappen. En dan het chillen maar uithalen. En dan kan ik longeren over 10 minuutjes. Dus dat ga ik doen. Mijn camera is nog leger dan net. Dus ik ga denk ik het longeren niet kunnen filmen. Want dan zeg ik liever wat andere dingen zo meteen nog tegen jullie. Dan dat ik nu het longeren ga filmen. Wat jullie al super vaak hebben gezien. Dus dan weet je dat. Ik ga nu snel naar het G-Lijmpje. En dan ga ik longeren. Hoi jongens, het is nu zaterdag en ik heb gisteren niet gevlogd, althans niet voor deze video, maar wel een aparte video. Ik had gisteren springtraining met beide paarden en het was ten eerste een tijdje geleden dat ik springtraining had gehad. En ten tweede vinden jullie het altijd leuk om gewoon het commentaar en alles te horen. En omdat ik dus ook nog eens met alle twee was, werd dat gewoon best wel echt een video, zeg maar. Dus ik dacht, dan maak ik er een aparte video over. Dat vinden jullie misschien ook leuker om wat uitgebreider te zien dan zo stukjes tussendoor. Dus vandaar dat ik gisteren niet heb gevlogd voor deze video. Vandaag is het dus zaterdag en ik ga Ariane vandaag verder scheren, want mijn vader kan helpen vandaag. En ik ga Christine rijden van Mara. Die rijd ik eigenlijk op vrijdag, maar omdat ik dus gisteren was trainen, hebben we het een dagje verschoven naar vandaag. Dus dat is de bedoeling. Oh ja, ik ben trouwens super blij, want mijn sketch is vanmorgen online gekomen. En het was de eerste keer dat ik een sketch had gemaakt. En ik was best wel zenuwachtig en alles, maar ik heb alleen maar super leuke reacties gekregen. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Echt super lief. Dus ik ga zo meteen even Ariane haar dekentje afdoen. En dan ga ik alles laten wennen aan het scheerapparaat. Want ze vinden het toch wel een beetje spannend. En als mijn vader is, gaan we beginnen. Die zal er wel zo zijn. Dus ja, dat gaan we doen vandaag. Hoi allemaal. Het is inmiddels al wat later. En ik dacht dat ik meer had gefilmd. En dat ik ook zondag had gefilmd. Maar misschien ook niet dat ik me heb vergist. In ieder geval bij deze dus. Wil ik hier nog even kort bijpraten.
Ik heb Ariane geschoren. Ik zal anders wel even een foto hier zo plaatsen. En alleen de achterbenen zijn niet gelukt omdat ze daar te gestrest van werd. Maar dat zien jullie allemaal in de weekvlog die hierna online komt. Want dan ga ik dat wel nog een klein beetje proberen af te maken. Maar er was niet meer aan toegekomen dit weekend. En ja, dan was dit de video. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Hij is een beetje, vind ik zelf, een beetje slordig en een beetje random soms. Maar ik merk dat ik er nog aan moet wennen dat ik dus weekvlogs maak en dus elke dag moet vloggen. Maar ja, ik hoop dat jullie me in ieder geval leuk vonden. En ik hoop dat jullie weer een iets meer hebben meegekregen wat ik allemaal doe in een week. En hoe een week er voor mij ongeveer uitziet. En als je het nou leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren, dat zou ik super tof vinden. En dan zie ik jullie snel bij een nieuwe video. Doei!